Prezi is freemium presentatieprogramma en werd gelanceerd in 2009. Het belangrijkste kenmerk is dat er ingezoomd wordt op de verschillende frames van een canvas. De opslag van de presentatie gebeurt online op een cloud. Om Prezi te gebruiken moet je eerst registreren en zodra je een account hebt aangemaakt kan je klikken op nieuwe presentatie. Prezi laat je kiezen uit verschillende schablonen. Die zijn verdeeld in categorieën. Je kan kiezen voor één daarvan en naar wens aanpassen, of je kan starten van een volledige blanco presentatie als je alles zelf wil bepalen. Om ofwel een stop of een onderwerp toe te voegen, selecteer je de blauwe knop links onderaan waar staat plus topic. Dan ga je zien dat er in de kolom bovenaan zaken bij verschijnen. Je kan de geselecteerde onderwerpen gaan verplaatsen, je kan ze verslepen over het canvas, je kan erop klikken en dan kan je ook door de hoeken uit te rekken dat topic groter of kleiner maken en je kan het gaan roteren zoals je hier ziet gebeuren. Je kan het achtergrond en het thema gaan aanpassen en je kan ook titels kiezen. Je kan een nieuwe afbeelding uploaden. Je kan terugkeren naar een vooraf gekozen afbeelding, alles verwijderen of de inhoud aanpassen aan de algemene weergave. Je kan ook het achtergrondkleur wijzigen als je er de voorkeur aan geeft om geen afbeelding te gebruiken. Ten slotte kan je ook een aangepast palet kiezen en een geschikte layout selecteren voor de afbeeldingen die je gebruikt. Hier kies je voor een geschikt palet, afhankelijk van je eigen smaak. Er zijn twee thema's, planeet en kaart. In planeet kan je binnen elk onderwerp zoveel subtopics opnemen als je wil. En verder ook subtopics binnen deze subtopics. Je kan dan veel onderverdelingen maken. Dat zie je hier gebeuren. Als je klikt op een topic, dan zit je een niveau dieper. Er is ook nog een andere keuze. En die andere keuze, dat is kaart. Bij kaart kan je slechts één niveau dieper gaan, in tegenstelling tot het thema planeet. De inhoud beslaat dan telkens een volledige pagina of een volledig scherm. Standaard kan je in de presentatie alleen de stop zien op de plaats waar je op dat moment in de presentatie bent. En één niveau verder. Als een onderwerp is geselecteerd, kan je ook de achtergrondkleur weer aanpassen, de randkleur, de dikte van de randen en de dekking. Dit zie je hier gebeuren. Dit is de dikte. Bovenaan in het menu zijn er nog een aantal zaken die je kan doen en die te maken hebben met de animaties. Maar je kan ook iets opslaan, ongedaan maken, opnieuw invoeren, invoegen van objecten, menus openen, presentatie bekijken of hulp zoeken. Nu gaan we een beetje dieper in op de animaties. De animaties die je kan gebruiken op elk van de topics zijn inzoomen,
Je kan dat toevoegen aan bepaalde delen van je presentatie. Je kan ook objecten laten verschijnen en terug verdwijnen als je daarvoor kiest. En dat doe je allemaal in het menu animaties. Je selecteert het moment waarop zo'n animatie zich moet voordoen. En je kan er een vervolglijst gaan bekijken en met plus kan je er dan nog meer gaan aanduiden. Als een animatie moet verdwijnen of eerst verschijnen, dan moet je altijd zorgen dat je op het object staat waarop die animatie moet toegepast worden, anders gaat dat niet lukken. Hier zie je het effect. Nu, zo'n presentatie maken in Prezi, dat doe je eigenlijk alleen, maar je kan het ook met meerdere doen. En als je dat met meerdere wilt doen, dan ga je vragen of anderen ook commentaar willen toevoegen aan je presentatie of met jou willen samenwerken. Nu we gedaan hebben met het tonen van de animaties, gaan we dat tonen. Je klikt hiervoor op samenwerken rechtsbovenaan. En dan, dat zijn eigenlijk de bijdragers. Je kan aangeven wie kan bijdragen en je kan ook aangeven wat die bijdragers kunnen doen. Presenteren, mee dingen aanmaken of commentaar geven. En tenslotte kan je ook delen door een link te gaan creëren die je kan doorsturen naar iedereen die je presentatie kan zien of eraan kan meewerken. Dit is de link, die kan je kopiëren en die kan je doen.